De behandeling van het agendapunt informatie van de president, CQ de regering, over de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwestie Alcoa verliep niet smooth. Vice-president Ashwin Adin gaf aan dat de regering de afgelopen week heel hard heeft gewerkt om de finale overeenkomst in zaken de ontmanteling van de Suralco plant te ontvangen. De stukken zijn volgens de VP in het Engels. Adin zegt dat hij vanwege bepaalde redenen de documenten nog niet kon overhandigen aan het parlement. Ik wil die toelichting ook doen waarom we het niet direct hebben ingediend. Het is in het Engels. Er zijn wat grammaticale zaken, het moet een administratieve procedure doorlopen. Maar ik wens wel aan het parlement in een informatiesessie de grote lijnen van alle confidentialiteit die tot nu toe niet openbaar mocht zijn, wel openbaar te maken. Goed. Ja, misschien kan ik de toelichting doen, dan is het direct duidelijk wat de loop en wanneer u dat wel kreeg. Even, lid Misikaba had in zijn punt van orde aangegeven dat hij wachtte op het antwoord van de president, van de vicepresident, sorry. Het antwoord van de vicepresident was duidelijk niet wat de parlementariërs wilden horen. DNA-voorzitter Jenny Simons schorste daarom gelijk daarna de vergadering. Na de schorsing zei de fractieleider van de NDP, André Misikaba, dat de coalitie niet blij is met de verklaring van de vicepresident. Vooral omdat het parlement sinds het vorig jaar wacht op het antwoord van de regering in zaken deze kwestie. Verschillende DNA-leden gaven aan het gevoel te hebben dat de regering het parlement en het Surinaamse volk miskent.